Verschillende visserijorganisaties hebben gisteren op een persconferentie hun misnoegen geuit over de Chinese trawlers die in onze wateren liggen. De organisaties hebben benadrukt dat als de minister van LVV, Lekram Soerjin, toch vergunningen verstrekt, de sector zijn tanden zal laten zien. Volgens Pralaat Seudin, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs, voldoen de Chinese boten niet aan de vergunningsvoorwaarden om in Surinaamse wateren te mogen vissen. Tenminste, de visserijtypes die wij momenteel kennen, daar voldoen deze boten niet aan. Aan de vergunningsvoorwaarden daarvoor. Maar geluiden hebben ons bereikt dat er momenteel een zware lobby gaande is. Bij de overheid om deze boten toch hier te behouden. En men is bezig een nieuwe type visserij te ontwikkelen, wat wij noemen de midwater trawl fisheries. Wat het precies inhoudt, weet ik niet exact. Maar in elk geval, daar zouden deze boten wel aan moeten voldoen. Maar wij van de sector zeggen van, het is vol. Het is overvol in de sector. We hebben zelfs te maken met de overbevissing bij bepaalde vissoorten. En de maat is helemaal vol. We kunnen geen enkel boot meer erbij hebben. En om daar meer een onderbouwing aan te geven, is het initiatief genomen door de SSA. Om toch nog middels een persconferentie de gemeenschap beter in te lichten over hoe de visserijsector hier in Suriname er precies uitziet. Uro Karag, voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie, benadrukt dat de visserijsector de derde inkomstenbron is van Suriname. Er zijn verschillende typen visserij, maar Suriname heeft de enige gecertificeerde seabobvisserij met de Maritieme Stewardship Council, MSC. De belangrijkste spelregels gelden dat jij binnen je eigen zone moet blijven. De andere spelregel is dat je met een bepaald maaswijdte maar mag werken. Verder is er voor de bescherming van onze schildpadden zijn er in de netten speciale voorzieningen getroffen, zodat de kans dat schildpadden doodgaan geminimaliseerd worden. Daarnaast is er met name wanneer we komen, dus vanaf de trolvisserij, de seabob en trolvisserij en marine shrimps, is er een uitdrukkelijke vermelding over het aantal PK's dat die boten mogen gebruiken. En ondanks dat hebben we dus gemerkt dat we toch al aan overbevissing toe zijn. Dat komt omdat wij in tegenstelling tot de voorgaande jaren, de laatste paar jaren tussen de sector en het ministerie, nauwelijks overleg heeft plaatsgevonden. Tot zover Udo Karag, voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie. Hij sprak gisteren op een persconferentie waar alle organisaties die zijn aangesloten bij de visserijsector hun misnoegen hebben geuit over de Chinese trawlers die momenteel in Surinaamse wateren varen. De organisaties zijn van mening dat de boten weg moeten omdat ze niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoen om in Surinaamse wateren te vissen. De persconferentie is gehouden in Theater Uniek.